Hallo en welkom bij weer een nieuwe Fix Dit video. De Hansen vindt het misschien niet zo leuk dat we dit maken, maar onze 500 trouwe kijkers vinden het wel heel leuk. Vandaag gaan we het hebben over het terugkijken van oude colleges in plaats van het krijgen van online les. Daar ben ik het namelijk niet mee eens, dus ik ga kijken of ik dat kan fixen. Ik ga nu even kijken waar Sikko het over had. Oh ja, ik zie nu gelijk een mededeling staan bovenaan. Door het coronavirus zal geen live onderwijs worden gegeven. Je kunt de tentamenstof zelfstandig bestuderen. Nou, top! Dit geeft dus al wel aan van, nou, succes, red jezelf en fijn leven verder. Hey! Ja, zeker hè? Kom jij gewoon even kijken? Ja, nou, gezellig man. Hier word je toch depressief van als je dit vanuit je eigen studentenkamertje in je eentje moet kijken. Het is een hele zaal vol met mensen. Iedereen zit gezellig te kletsen met elkaar. Hé, hey, kom je ook hier gezellig even een collegeetje kijken? Nou, dat is toch kut. Hè? Straks gaan ze nog naar het Noorderplantsoen lekker biertje drinken met z'n allen. Want hè, hier is geen corona aanwezig. Volgens mij genoeg reden om even met Hans te gaan praten. Nou, ik heb zelfs een interview met Agnes. Die doet van alles hier bij de Hansen en ook bij toegepaste psychologie. Dus ik ga even aan haar vragen waarom we nou oude colleges terugkijken in plaats van online les hebben. Wat ik vanuit veel studenten om mij heen hoor, is het geluid van ik betaal evenveel collegegeld als vorig jaar, maar ik kijk nu oude colleges terug in plaats van dat ik nieuwe colleges krijg. Hoe zit dat? Het vak wat ik geef in die minor die jij volgt, is inleiding in de psychologie. Ja. En dat betekent dat we kijken naar waar het vak vandaan komt. En dat verandert niet zo heel snel. Ik ga even bellen met de voorzitter van een landelijke studentenvakbond. Ik ben namelijk wel benieuwd of het nou echt slechter is om oude colleges terug te kijken in plaats van het krijgen van online les. Ja, voor veel vakgebieden is het toch het allerbest als je actuele kennis hebt en de goede docent. Die werkt natuurlijk niet alleen maar met theorieën, die gebruikt ook praktische voorbeelden die vaak ook samenhangen met de actualiteit om iets aan te kaarten, om iets te laten zien. Nou, als je dan een voorbeeld hebt van 3 jaar geleden, noem maar wat, hè, je bent eerstejaarsstudent, dan kun je er misschien helemaal niet zoveel bij voorstellen. Dus om de stof levendiger te maken, of dichter te laten staan bij de student zelf, is het wel belangrijk om ook actuele lessen te kunnen aanbieden. Waarom ik dit heb gedaan, is omdat het alternatief nog onaantrekkelijker is. En dat ik achter mijn beeldscherm een PowerPoint van geluid ga voorzien. Nou, dat is nog veel saaier. Dat lossen heel veel docenten op door ze korter te maken. En dat vind ik niet echt een goede oplossing, want daarmee onthoud ik jullie dus een hele hoop stof. Ja, en dan moet me toch nog iets van het hart, want toen we nog allemaal gewoon les gaven, toen kwamen heel veel van jullie niet. Mag ik heel goed maken op iets wat je zegt? Ja. Wat je zegt van, je schuift het een beetje af op de studenten, zeg maar. Ja. Maar alsnog, weet je, dat is de keuze van student. De student staat ervoor, maar de Hansen moet gewoon zorgen dat het goed is. Ik snap je standpunt helemaal, maar het voelt toch nog een beetje alsof de Hansen, en het is Hanzenbreed en niet alleen hier, maar in heel Nederland, alsof je als student nu gewoon minder krijgt. Of ik nou een treinkaartje koop en vervolgens niet in die trein ga zitten of wel, dat gaat het niet om. Ik heb een treinkaartje gekocht, dus die trein hoort ook te gaan rijden. Ja. Ik heb betaald om hier les te gaan krijgen, dan wil ik die lessen ook krijgen, of ik nou kom of niet. Ja, maar die krijg je? Nou ja, ik krijg ze niet, want ik krijg een oud college wat ik terug moet kijken in plaats van een les. Ik ben nog steeds niet helemaal van overtuigd dat we het afschuiven op de studenten, want ik denk dat we wel degelijk ook ons best doen binnen alle beperkingen. Maar wat je eigenlijk zegt is, jullie vinden colleges terugkijken gewoon gelijk aan online lesgeven. Voor dit vak is het wat we nu kunnen verzinnen een niet zo'n slechte oplossing. Zij vinden dus dat je voor bepaalde vakken net zo goed oude colleges terug kan kijken als online les kan krijgen. Wij zijn nog steeds van mening dat er meer geld en mankracht moet worden uitgetrokken om dit gewoon op te lossen en iedereen online les te geven. Goed, dit was het voor deze aflevering. Ik zie jullie bij de volgende.